NAKPRAAT wordt mede mogelijk gemaakt door Fanzine de Rad. Breda nu is NAKPRAAT. Het lijkt net echt. Hij is er weer niet, Joeri. Waar is hij nou weer naartoe? Ja, die is oppassen. Oppassen? Ja, ze hadden de agenda's thuis niet echt zo goed gesynchroniseerd, dus geloof ik. Dus dat lukte vandaag allemaal niet. Op donderdag. Dat is best moeilijk. Ja, dat is wel lastig. Moet je geen personeelsfausjes. Zo is het. Nou, dan doen we het met z'n drieën. Nak praat vooral helemaal in. Want Bago. Die is geland uit, Tjerk is geland uit España. Sí, claro. Was het weer mooi? Het was heerlijk. Ja? Ja. Was het warm, jongen? Het viel mee. Oh, het viel mee? Ja, ik voel meevallen. Ja, maar nou niet, hè? Nee, bij mij was het niet zo warm. Was niet bibberend. Gewoon lekker 30 graden, prima, joh. Ja, ah, lekker. Dat niet te gek. Op je bootje, huppakee, luchtbedje erbij. Het was bijna warmer toen hij uit het vliegtuig kwam. Ja, het was warmer. Het klopt. Ja. En lekker een beetje drijven en een beetje eten en drinken. Oh, lekker, man. En nog niet allerlei toeristen uit de hoek, daar, uit Spanje zelf daar al? Of allerlei andere expats? Dat begint nou natuurlijk wel, maar prima, joh. Lekker. Lekker mensen. Leon. Ja, goeienavond. Je bent ook binnen komen vallen. Ja. Ik heb dat mooie draaiboek voor jullie gemaakt, zeg maar. Dus, ja, je hebt een mooie kleur. Ik heb er toch voor gekozen om een keer te gaan eten voor deze uitzending. Dus vandaag dat ik zo 10 voor 18 binnen was, hebben we de printje gecontroleerd. En het was goed. Maar eten met meer dan een pretje. Hij zag dat het goed was. Ik zag dat het goed was. Nee, dat is bij Peli is dat in goede handen. Die rent nou van hort naar hert. Wat is hij aan het doen nu? Hij is nou van alles voor ons aan het regelen. Is hij koffie aan het halen? Peli? Onder andere. Ja. Hij heeft vele taken om het voor ons draaglijk te maken, dat vooral de luisteraar, vooral die doorheeft dat hij hier vandaag al eens stress en drukte en grote stress is. Hoor. Nee, allemaal over gestroomlijnd, jongens. Ja, en Marcel is er ook niet. Nee, want die heeft een bruiloft van een ander. Hey, even, hè, die is getrouwd met van een ander. Nee, van een ander, iemand anders een bruiloft. Nee, niet de minste, Frankie Maas. Ja, die trouwde, dat hoorde ik ook. Die is vandaag gehuwd op het stadhuis. Hebben een zouwe. Op het stadhuis zelfs. Ja, en dat deed me denken aan de afscheid van Pierre van Hooydonk vroeger in de Beatrixstraat. Dat was allemaal met toedelzakken en... daar zou er iets van voorbij komen laatst, een fotootje van Pierre. ze op stadhuis in Breda, op de markt, die de vlaguitgang, Frankie Maas. Bij deze gefeliciteerd. Frankie, gefeliciteerd, jongen. Ja. Mooi, hoor. Hey, we hebben een vol uur NAKPRAAT. We denken altijd in de zomer is komkommertijd, maar niet bij ons. Nee, dat doen we niet. We hebben een draaiboek. Leon, heb je het kunnen lezen? Ja, ik heb hem moeten comprimeren. Je hebt zelfs gemaakt, dus dan moet jij het kunnen lezen. Ja, ik doe elke week. Ik heb hem kunnen comprimeren tot 12 pagina's. Oh, kijk, een mini-bijbeltje. Heel bescheiden. En wat hebben we, Leon? We hebben iets van de wedstrijden, denk ik. Iets van wedstrijden. We zijn weer begonnen, hè? Afgetrapt. Tjerk is net op tijd uit het vliegtuig gestapt om in zijn Zundert. Ja. Was je net op tijd terug voor Zundert? Ja. Dat was de afspraak, hè? Ja, dat was de afspraak. Dat was echt serieus de afspraak. Ja, dat kan je niet missen. Nee, die stapt al maanden. Dat is een traditie. Rood omcirkeld in de agenda, natuurlijk. Ja. Nee, dat was een leuke wedstrijd. En zat toch wel verrassend. We zijn überhaupt verrast dat we daar dubbele cijfers haalden. Zo ook bij Beek vooruit. Gisteravond zijn we ook geweest. Druk. Was druk, hè? 2700 man of zo, hè? Ja, bijna 3000. Toch wel. Echt prima. En leuk. Heel gezellige dag. Avond. Ja. Ze waren wel verrast door de drukte. Want ze hadden waren de kassa, dingen de kassa juffrouw was gewoon helemaal in de stress. Ja, er waren een aantal dingen, zeg maar. Het liep niet helemaal zo. Kan ik zo meteen wel evalueren. Ja, dat doen we dadelijk. Dat voor volgend jaar kunnen ze die meenemen. Dat is iets onderschat allemaal. Ja, inderdaad. Ja, dat heeft ook wel charmes, hè? Ja, toch, bij het barretje konden we goed bij, hoor. Het barretje. Jij wel. Barretje. Ja, jij wel. Ja, Massima is ooit de massieve... Massima is aan je consumptiebonnen te komen. Ik was met twee voormalig NAK-mannen. Ja. Dus het was echt prima. Oh, jij stond weer zeker daar in dat VIP-dorpje daar zo? Nee. Ik was niet peupel te wuiven zo. Nee, je wuiven ook. Ik was met Bertje van der Lee. Ah. En de bolle dame. Oh. Ja. Dus het was stik gezellig. Ja. Kijk eens aan. Nou, hij is kruipen. Een Zundert of niet? Nou, dat gilde niet veel. Nee. Oh, Bertje was in ieder geval goed onderweg, maar die waren keurig netjes opgehaald, dus helemaal prima. En jij hebt gewoon een taxi genomen? Ja, met de fiets. Fietstaxi? Ja, dat is één rechte weg. Nou, toen niet meer, maar ongeveer. Ja, binnen de lijntjes blijven fietsen en dan komt het goed, hè. En we hebben natuurlijk ook allerlei transferen prikkelen. Ja, gebeuren allemaal transfers. Mensen. Er is er weer eentje binnengekomen die eigenlijk al een jaartje of 5, 6, 7 ben ik op het verlanglijstje kunt binnenhalen, jongen. Uiteindelijk is die binnen. Hij lijkt alsof hij er zelf ook blij mee is. Clint Lebas. Dat zou fijn zijn, hè, dat hij er ook blij mee is. Er komen wat dingetjes binnen, zijn wat geruchten of dat nou wel of niet. Ik denk dat mijn broodje haap is. Maar nou, dat dacht ik ook. Maar dat is... Wat is er?
over hebben. We hebben wel een volle bak, hè? Even een teaser, dat ze aan de lijn blijven. Moeten al die teasers blijven aan de lijn blijven. Hebben we ook een artiest van de maand? En, ja, wacht even. We gaan veel te snel. Ja. Heb jij wel een draaiboek? Wacht even. Sorry, Leon. Ja, ik heb wel een draaiboek. Nog niet eens op de helft. Nou, ga door. Nee, we hebben natuurlijk vorige week eigenlijk een beetje onder de nog niet goedgekeurde notulen van de klankbordgroep natuurlijk behandeld. Maar ik weet niet of dat jij vorige week hebt meegeluisterd of dat je nog dingen miste. Ik heb het gehoord. Misschien kunnen we terloops nog wat dingetjes, nu de dingen definitief zijn, toch wel terloops nog wat dingetjes nog benoemen die we nog niet goed hebben uitgelicht of zo. We zien het wel. We gaan on the roll. Gaan we gewoon kijken waar we aan toekomen, waar we behoefte aan hebben. En natuurlijk een draaiboek. Geen jeugd. Ja, één jeugd. Eén uitslag. Een belangrijkste uitslag. Maar Marcel is er ook niet. Dus dan, onder 16. Ja. Wie doet dat dan dadelijk? Maar Marcel kunnen we even bellen natuurlijk. Dat hij even die verluid, die staat nou even op de tafels te dansen. Ergens, die ook al. In de Heren van Breda op de Grottenmarkt. Ja. Of bij de Pikkenhuis intussen. Daar zit hij dan nou. Dat is de tweede helft van de avond. Dat is ook gezellig. Er hebben trouwens een danspaal, hè? Wat? Ja, daar bij het Pikkenhuis hebben ze een danspaal. Maar zit Marcel daarin dan? Ja, dat... Dat zal niet meevallen. Denk als hij één keer naar hem mogen, zit hij boven. Ja, dan mogen ze allemaal gaan kijken dadelijk. Nou, na 11, want dan is Joep geweest. Hè, dus dan pas. Hè, dus niet eerder. Hè, want in ieder geval sowieso niet voor 9 uur. Nou. En we hebben nog wel wat ex-nakkertjes en dingetjes, klankbordgroep. En we hebben natuurlijk wel een heel druk weekend met de twee wedstrijden van NAC en een hele gezellige Noord Cup. Oh, bordenvol jongens. Ja, dat komt eraan, hè? Ja, de Noord Cup. Ja, daar heb ik echt veel zin in. De hele boel, hè? Ja. We zijn Juri, Peli en ik gaan daar even 3 dagen ook even mee buffelen met opbouwen. Leuk. En afbreken. Logistieke club. Zondags zijn de meest ondankbare tijden. Moeten we daar de boel weer afbreken. Jullie moeten als laatste daar alles nog weer. Dat is wel jullie sterkste kant, hè? De boel afbreken. Afbreken. Toch? Afbreken. Ja, de boel aftuigen, ja. Ben, zijn we er nou wel, Leon? Ik laat het hier maar behouden. Zullen we het daarbij houden? Nou, dan hebben we wel artiest van de maand, hè? Ja, dus, altijd een hele goeie. Wie had er nou gekozen? Ja, eigenlijk een beetje samen. Allemaal. Ik denk meestal dat, soms ik denk dat een beetje jij en Marcel een beetje de talking heads tegen elkaar hebben. We hadden ook modern talking. Maar die hebben we niet gedaan. De Talking Heads is toch beter. Dat was een beetje twijfelachtig. Ja, voor mij had het gemogen, hoor, trouwens. Ja, ik denk, ik ben niet zo moeilijk. Een beetje fout oud. Ik heb hier alles al gedraaid, dus we maken het allemaal niet uit. Nergens meer van te kijken. Nee. Maar ik moet eerlijk zeggen, dit is toch wel even klassiekers, jongens. Ja, leuk, haha, Talking Heads. Breda nu. Nakpraat, once in a lifetime. Tot 9 uur zijn we bij je. We hebben het even gecheckt, mensen. We hebben het even gecheckt hier in onze concertagenda. Maar ze treden nog steeds op. Thierry kon het ook beamen. Oh, daar gaan we weer. David Byrne en zijn mannen. Agenda erbij. Talking Heads. Ja, mensen, als je ze wil zien, kijk even op allerlei Googles. Dan vind je vanzelf allerlei concerten. Dus dat moeten we zo nog even bekijken, jongens. Ik heb nog wat muntjes van die concerthal in Eindhoven, waar we de Waterboys hebben gekeken. Dus dan moet ik ook nog wat een keer naartoe. Dat is, waar was het ook alweer? In Waterboys in Eindhoven. Ja, maar wel een chic gebouw. Dat is wel een leuke zaal. Een goede zaal. Ja, dat is een goede misschien dat ze daar wel komen. Maar ik denk dat de Talking Heads een iets grotere dingen aandoen nog. Ja. Dat die wel een... Ziggo Dome weet ik niet, maar... dat andere ding daarnaast, weet dat ding? Wat er een beetje tussenin zit, zeg maar. Ja, die zit daarna. Of dat ze bij onze buren hier in het Ten Oosten, die noem ik even niet. Een beetje 013-achtige... Je hebt een lijkt me gewoon de val in. Nee. Daar in de poppodium 012+1. Daarover gesproken. Wel een wedstrijd. Ja. Afgelopen. Dat doe je ook gewoon. Zaterdag. Tegen de Zunder. De traditionele aftrappen van het seizoen. Ja. Die houden echt al serieus. Tjerk, jij woont daar dus. Ja. Ja. Hoe lang is dat al, weet je dat? Nee. Uit je hoofd? Dat weet ik niet uit mogelijk, maar dat is wel best wel lang. Nou, zeker wel 20 jaar. Want zo lang fietsten wij al... die fiets, dat is... Oh, de fiets toch? Dat is altijd... Dat hebben we nog vaak over gehad, ja. En waar is Petje? Die was er gewoon niet. Hoe kan dat? Nee, maar niet meer de traditionele voorbereiding, zei hij. Dat is de verjaardag van Jong. Ja, kijk. Ja, die zat met 14 jong ergens bovenin. Oh, dat zei hij, dat is waar, ja. Bij, hoe heet dat ding hier, Woelwipje? Of heet dat? Nee, die Monkey Town die hierachter zit. Blijf daar allemaal vanaf, ben je? De Busy's en dat soort ellende. De Busy's, dat is een ellende. Daar gaan we nu wel een woord over doen, maar dat zal ik me inhouden. Die mevrouw was zelf busy, zeg maar. Nou, daar begin jij nou over. Nou, ik weet precies wat jij bedoelt. Oh god. Nee, maar het was een mooie zaterdag en ik heb genoten. Het is leuk om er is altijd sprake van, Bibi Balla gisteren ook weer van, moet je nou wel die oefenwedstrijden tegen die amateurs spelen? Ja, je moet die oefenwedstrijd tegen amateurs spelen. En er hoeven er echt geen 20 te zijn. Nee. Maar als je er 2 of 3 doet, is dat prima. Juist, exact. Dat is het. En als je daarna nog een paar serieuze oefenwedstrijden doet, wat NAC nu doet, is gewoon een prima programma naar mijn mening. Je moet gewoon echt die binding met die regio zoeken. Dat is toch echt wel heel belangrijk. En dan hoef je echt niet heel ver te gaan, maar de Beek, de Maai en Tijken. En dan...
Dan heb je weer, hebben ook de nieuwe spelers ook weer een beetje gewoon feeling met het publiek. Ja. In de omgeving. En als je dat in je eigen stadion doet met een grote tegenstander. Ja, dan zie je ze alleen maar bij de voordeur. Nu zie je ze direct het veld op. Al dat jong het veld op. Ja. Handtekeningen. Je kan ze spreken. Zo'n klantenbindingen. Ja, maar als je ziet dat. Ik sprak gisteren John Kaarsen nog even. Die zei ook van ja, je moet dit gewoon doen. Als je ziet hoe mooi dat is. En dan zie ik bij de kapper zijn zoon. Ja. Die is, hoe oud is Scott? Die is 8. Ja. Die heeft gewoon de hele week in dat shirt gelopen. Ja. Dus het shirt gaat niet meer uit. Weet je? Ja, dat is nee, daar slapen ze in. Daar gaat het gewoon om. Ja, dat is doe je het. Ja, waarom speel je anders betaald voetbal? Begin voor dit soort dingen. Jeugd. Ja, begin bij de jeugd. En dat zie je trouwens ook. Hè. Vorige week kwamen we ook tegen. Evert van Huygenvoort bij Zundert. Ja. Ik kan hem nog even willen complimenteren op een mooie filmpje die hij had. Het was ook weer ergens een basisschool ergens in. Oh ja, dat heb ik goed. Ja, zag ik op Twitter. Ja, dan zag je al die kinderen weer. Allemaal in een nachtshirt. Ja, mooi, in Kaam was daar volgens mij. In Kaam. En er zijn natuurlijk een paar fanatieke leraren die dan die moeten dan die kinderen indoctrineren. Dat moet allemaal een nakshirtje dan. Ja. Evert even uitnodigingen. Ja, en mooi. Heel dat schoolplein. Heel die, en helemaal die, allemaal los. Helemaal vol. Ja, dat jongen helemaal geel zwart. En ik moet ook eerlijk zeggen dat de complimenten echt aan die beide clubs. Want jongens, dat is echt een serieuze organisatie. Daar zijn ze maanden mee bezig. Een enorme impact, ja. En als je ziet wat er gisteren op de beek stond. Nou, daar wordt er wel stil van. Ik heb echt gewoon... Je hebt nog ze druk gezien. Ja, dat was echt niet normaal. Ja, dat was... Gewoon 4 rijen dik, hè? 2005 was dat blijkbaar. Dat ik daar toevallig in mijn oranje-zwarte tenuutje stond. Wat ik per ongeluk aantrok thuis. Dat was de laatste keer, blijkbaar. Ik dacht dat korter geleden was. Maar is dat zo lang geleden? Maar toen stonden er blijkbaar 3300 man inderdaad, ja. Toen kwam Pierre van Onunk. Ja, was een rentree bij NAC. Oh ja. En die lijnen zijn natuurlijk allemaal kort. Nu is het Chuck natuurlijk daar, dus ja. Het cirkel is dat weer is rond. Allemaal een mooi verhaal. Ja, ja dat was wel goed. Ja, je zag wel wat pijntjes van, oh jee. Ja, ze hadden het bezoekersaantallen die ze daar niet helemaal gewend zijn, zeg maar. Zoekend naar de ingang en de kaartjes. De kaartjes waren op. De begeleiders daar, zo die er stonden, wisten dat ook niet meer. Ja, we willen naar binnen. Ja, daar is de kassa. Nee, we hebben al een kaartje. Ja, nee. En die begrip totaal niet wat bedoelde. Nou ja, consumptiebon. Daar even zoeken. Nou, er stond een rij van 50 meter naar de consumptiebonnen. Waren twee kassaatjes. Ja, er zitten wat inschattings dingetjes. Ik wil het niet helemaal naar beneden. Ja, maar je moet het maar even voorstaan. En de vrijwilligers voorzien te regelen die dat allemaal willen doen. Ja. Uiteindelijk bleek je helemaal geen consumptiebonnen te nodig te hebben. Hoef je niet te doen. Gewoon cash betalen, blijkbaar. Ja, gewoon cash betalen. Klopt. Dus iedereen maar bonnen alleen. Dat hoeft helemaal niet. Cash betalen. Nou, maar binnenkomen. We niet. Nee. Dus dan als je dat weer niet mee hebt, dan is het dan weer een probleem. Er is ook wel een probleem met dat cash betalen bij zo'n club. Is een klote natuurlijk, want ergens moet er geld blijven. Allemaal gezeik. Nee. Ziet allemaal niet op. Nee, maar het was gewoon echt supergezellig. Leuk geregeld. Ik heb net niks gewonnen. Nou net niet gewonnen? Ik gaf nog een knipoog aan Lian Hermes. Die stond daar de omroep te doen, zeg maar. Af te kondigen, maar geen ballonvaart af. Ballonvaart ook. Ik stond naast de Leon's ballonfiesta. Ja. De hele familie. De moeders waren er ook. Moeders met iets aan haar been. Die zat in een rolstoel te kijken. Ik kon het prima zien. Papa Blauwhof en volgens mij de broers van Joost, denk ik. En zijn vrouw. Ja. En de hond. En dus, nou, zo, hele familie. Hele familie. Zo. Ja. Allemaal. Hij moest aardig rennen, hoor. Die woont ook op de beek. Joost Blauwhof. Dus, hij moest aardig rennen, hè? Ja, hij moest aardig rennen. Ik wou het zeggen. Ik wou eigenlijk zijn naam niet meer noemen. Maar ik wou zeggen, die nummer 14, die deed eigenlijk niet mee. Hè? Dat is een beetje de Verlanas van Beek vooruit. Hè? Dit speelt eigenlijk gewoon met 10 man. Dingen, je ballen noemen Socrates. Nou, dat heb ik wel een betere gezien. Hij begint ook een beetje postuur van plat te krijgen. Die is niet meer zo plat. Mag ik zeggen? Nou, jij wel altijd. Hè? Ja, hij is er niet, onze petje. Dus die kan jou nou niet. Nee, de pet is er niet. Nee, nou zeg het zelf maar. Ja, precies. Maar het was echt mooi. Ja. Ik vond ook dat NAC maar het vond van het niveau wel. Ja, ik vond het serieus. Ze waren serieus. Kijk, weet je, dat is natuurlijk altijd een beetje lastig. Want ja, zo'n amateurploeg, wat moet je er nou van verwachten? Nou ja, ik vond NAC er goed op zitten. Over het niveau, ja. Daar kun je helemaal geen... Ja, je kunt er eigenlijk nog niet zoveel van zeggen. Maar ik vind wel dat ze het serieus aanpakten. Niet verzaken. Ja. Prima ook na een uurtje gewoon de hele hap wisselen. Ja. Prima. Ik vond beide wedstrijden een beetje op elkaar lijken. Maar inderdaad, dit is geen noemenswaardige tegenstand. Kun je het niet noemen. Ze zullen het zelf wel georganiseerd hebben. Ik geloof dat Hiballa zelf ook wel boos was in de tweede helft. Van joh, van de 25 doelkansen gaan er maar 6 in. Ja. Dat gaat toch iets niet goed, zeg maar. Dus die blijft kritisch. Maar je kan aan beide wedstrijden zien. Dat hadden we zeker in Zundert ook al. Dat we dat zagen. Maar je kan ook gaan zien dat Hiballa van tevoren heeft gezegd. Ja, je kan gewoon bij Hiballa gewoon niet verslappen. Dat is gewoon al niet toegestaan. Nooit, hè? Bij die wedstrijden ook niet. Hè? Vergelijk met eigenlijk gewoon een jaar geleden. Hè? Een beetje de slappe hap van Robert Molenaar.
Ja, zo begon, was ook alweer. Dat was een jaar geleden pas. Hè? Vorig jaar kwamen we 0-1 achter. Bij Zundert of niet? Ja, vorig jaar nog. Ja, nou, ja, dat is een jaar geleden. Dat is hier niet gebeurd, want dan trekt hij zijn veld af. Met die hond van Blauw. Alles eens, ja. Nee, maar je kon ook zien, gelijk drive, gelijk niemand meer aflatende, gewoon druk, bezig blijven. Janosek was wel een opvallende in de openingsfase. Daar ging er wel op letten. Nou, die deelt de balkjes wel goed uit. Natuurlijk had hij wel alle ruimte om dat te doen, maar je ziet wel van ook tegen de Zundertse selectie gewoon alles serieus nemen, doorpakken. Harde voorzetten. Harde voorzetten. Goed inspelen. Goed inspelen inderdaad. Ja, en heel alles strak op de stropdas. En gewoon serieus tempo. Gewoon al een week serieus getraind dus. Ja. Om die wedstrijd goed te kunnen doen. Ja. En niet zomaar van nou, we spelen maar tegen een of andere selectie. Die heeft de opdracht begrepen van joh, als je nou deze paar wedstrijden het niet laat zien, dan sta je er... Hij test serieus af of niet? Als het testen serieus af. Ja. Nou, dat vond ik ook, dat zag je duidelijk aan De Wijs. Ja. Dat zag je duidelijk aan Mol. Ja. Dat zag je duidelijk aan, hoe heet onze... Kajet. Kajet. Ja, de miste de ook wel veel kansen gisteren, zeg. Nou, die moet meer scoren. Ja. Dus of dat goed gaat komen, dat weet ik niet. Is misschien helemaal niet 100% zijn plek natuurlijk. Nee. Want hij moet vanaf de zijkant, staat er voornamelijk linksbuiten. Is hij dan neergezet op de linkerflank. Ja. Om de voorzetjes te geven, is hem de opdracht gegeven. Nou ja, hij doet zijn best inderdaad. Maar, hij doet zijn best. Hij doet net als Piotr Kersters, doet hij vlug. Ja, ja, klopt. Hij doet vlug, hij is ook vlug. Ja. En ja. Tegen Zundert leek het er wel op dat het wat enige wat rendement had, zeg maar. Maar wat Jerik zegt, dat is wel, wordt nog wel veel te veel laten liggen. Dus, Die had er gisteren echt 4 kunnen maken. Ja. Zonder problemen. Ja. Ja. Die gewoon, die gewoon een spits gewoon maakt. Ja. En hij maakte de 0. Of heeft hij er één gemaakt? Kijk even in het lijstje. Gisteren? Nou, van de week heeft hij er één gemaakt. Daar ben ik zeker dus heel blij mee. Dat klopt. Ja, dat klopt. 0-2 bij tegen Zundert. Dus, goed, joh, weet je weet dat niveau toch niet. En wat moet je ervan verwachten? Dat weet ik niet. Ik vond in ieder geval dat het een mega verschil met vorig jaar was. Laten we vooral niet gaan juichen. Ja. Dat mag ik geloof ik niet zeggen. Maar dat is wel... juichen? Ja, mag toch wel. Het is, maar ik heb mijn boek wel eens bij Zundert. Was het gewoon maar 0-5 of 0-4. Hè? Ja. En nu is het gewoon 0-12 plus 1. Dat klopt. Dus dat is toch ook wel iets, hè? En die mist allemaal kansen, blijkbaar nog. Dus dan... Er wordt in ieder geval van alles gecreëerd. Waar NAC de afgelopen jaren, laten we zeggen, vooral in de voorbereiding of in de eerste wedstrijden, tikkie breed, tikkie terug, heb ik dat gisteren niet gezien. En dat hoort ook zo tegen amateurs, en zo is het ook. Ik zat even te zoeken op al mijn pagina's, maar hij heeft tegen Zundert 1 keer gescoord. Ja, ja. Tegen Zundert 1 keer. Ja. En de keeper, ik wou even over de keeper hebben. Die hebben ook wel gewisseld, omdat Korsmit heeft meegenomen, maar ook Tijn Troost deed mee. Tijn Troost heeft de tweede helft tegen Zundert gedaan. En gisteren de hele wedstrijd toch, hè? Tegen helemaal, hè? He? Ja. Helemaal. En wat vonden we ervan? Nou, hij deed wel pogingen tot... wat hij dan te doen coachen. Kreeg. Ja, het is zijn eerste anderhalve week in die nieuwe groep. Hè? En hij deed wel pogingen tot wat coachen, jongens, daar staan. Maar dat zat hij eigenlijk alleen maar tegen achterhoofden, zeg maar. Dus het zag allemaal nog een beetje onwennig uit. En het is lastig zeggen over twee... Ja, hij heeft niet veel te doen. Twee amateur tegenstanders, wat hij eigenlijk helemaal geen werk heeft gehad. Nee, misschien één keer met zijn armen gestrekt moeten gaan en that's it. Dus dat is alles. Een serieus test kan je het niet noemen. Nee. Dus daar komen de... Ja, ik denk dat we volgende week RKC. De eerste gaan zien. Hebben we dan RKC, jongens? RKC toch? Eerst RKC, dan wordt de eerste serieuze betaalde tegenstander, zeg maar. Er komen er wel meer straks, maar dat is wel in ieder geval een mooie... Ja, we gaan nog op... wat is het? Vijfde? Vierde? Ja. Tegen Alanyaspor? Oh ja, Alanyaspor. Die Alanyaspor in het stadion, ja. Dus in het stadion. Dat is leuk. RKC, Excelsior, Alanyaspor. En waar is die Alanyaspor in het stadion? Ja, dat is een stadion. Wanneer is dat dan? De week ervoor. De week voor de start. De twee dagen voor de open dag. Voor de open dag. Dan moet ik de datum even opzoeken. Maar dat is ruim een week voor de start van de competitie. De vierde volgens mij toch? Vrijdag 4 augustus. Ja, oké. Ja, dat is ook een mooie. Kunnen we straks nog even belichten wat daar precies... En die Rachet, die schiet er ook een paar in. Ja, Mustafa Rachet. Rachet. Ik had de verkeerde geciteerd. Ik had Rida Rachet. Die is een jeugdspeler, hè, maar die krijgt dus een kans nu wel. En die heeft dus gewoon 6 goals gemaakt. Ja. In 2 potjes. Dat vind ik dan een mooi voorbeeld. Dan moet ik denken, weet je, die amateurs die spelen natuurlijk gewoon 3 kwartier. Dan denk je na 3 kwartier, god, we moeten nog 3 kwartier. Ja, en dan komt kunnen al aan het bier. En die kan echt vlug doen. Nou, inderdaad. En dat was wat we zeiden. In de eerste helft had hij dat misschien nog niet gedaan. Maar de jongens nog niet helemaal, de tegenstanders waren dan nog niet helemaal uitgeput. Maar je zag tegen Zundert inderdaad wel. Ja, die jongens waren wel even
even afgemat. En, ja. En dus een week vooruit had ook maar anderhalf training gehad, geloof ik, of zo. Dat ze aan deze wedstrijd begonnen. En dan krijg je dan alle ruimtes. Ja. En dan kunnen die jongens kunnen niet tegen al dat soort rappe jongens als zo'n Rachet. En dat was niet heel vreemd. En ik sprak met Tjeu en met Siemen, die van mij, zeg maar, na de wedstrijd zei ik, ja, na 10 minuten, het was zo bloedverziekend heet. Ja. Dan ben je al helemaal aan de kloot en denk je, ik moet nog 80 minuten. Ja. Waar gaat dat heen? En ze zijn zo, hij zei ook echt van, ja, ze zijn zo vlug. Ja, want dat is gewoon zo'n mega. Ze zijn er voorbij, dan, dan kijk jongens, ze zijn er weg. Zoek nou, daar had ik het gisteren over met hoe heet die, Bert van der Lee. Hij zegt, ja, hij zegt, het verschil tussen de amateurs derde klas. En dan heb je hoofdklassen. En dan tegenwoordig heet dat er weer anders lopen. Tweede divisie. Dan heb je NAC. En dan heb je nog eens Ajax of Feyenoord. En dan ga je nog eens naar Manchester. Wat een verschil dat is. Dat is allemaal trappen. Trapjes. Grote trappenverschil. Ja. Bizar. En rapper. Echt bizar. Ja, je valt wel elk jaar met de neus in de boter. Hè? Vorig jaar deed jouw schoonzoon mee. Ja. Dit jaar deed jouw bonuszoon mee. Ja. En wie had hij nou ook weer voor zich? Hij stond erover Lucassen. De Lucassen, ja. Ja, en ik moet zeggen, hij vond het erg leuk. Hij gaf ook aan van, joh, na de wedstrijd, op een gegeven moment gaan de trainers natuurlijk allemaal weg. Dus een paar jongens vandaag bleven nog hangen, Lucas van der Zanden. Hij zegt, en dan maak je die echte gasten echt mee. Ja. Echt een toffe gast, daar kun je gewoon een biertje mee drinken. Gewoon gezellig, leuk. Dus hij heeft genoten. Ik ben tien keer voorbij gelopen, maar het was heel leuk. Prima toch? Ja. Ja, goed zo. Dat weten ze van tevoren natuurlijk. Hè? Ja, tuurlijk. Alles dingen die ze winnen. Nou ja, in zo'n vorig duel jaar stond hij tegenover Lijon. En toen liet hij toch wel even Lijon alle hoeken van het veld. Ja, dat is niet zo'n grote verdienste. Nee, dat wou ik nou. Dat zeg jij alweer, Leon. Ik had het in mijn hoofd. Waarop de kapper spreekwoordelijk dus de zalvende woorden zei. Ja, maar hij kwam nog 5 hamburgers naar de wedstrijd halen. Lijon dan, hè? Ja, Lijon wel. Ja. Ja, schitterend. Nou. Ja, mooi. Ja, nee, maar joh, we moeten ook reëel zijn. We hebben een selectie. Daar zijn nu een paar spelers gehaald. En daar valt niks van te zeggen. Ja. En het is heel simpel. In mijn ogen, je moet kwaliteitsspelers hebben. Daar hebben we er nu een aantal van gehaald. En daar moet nog meer bij. Ja, want we hebben ook dat blessureleed. Wat ook vervelend kan zijn. Ja, die zeker. In het begin van de competitie missen. Omar Son is een verhaal natuurlijk. Wat ook moeilijk kan zijn. Die was er gisteren al bij. Ja. Die was wel aan het kijken. Opvallend populair. Hobbelde mee op de tribune. Vol aan handtekeningen zetten. Kon hij hobbelen of liep hij al wel mee? Hij schijnt daar ook te wonen. Hè? Hij woont daar ook in Prinsenbeek. Daar woont hij. Maar is er iets te zeggen wanneer hij woont terugkomt? Nou, hij zei zelf. Ik hoop er over 4 maanden weer te zijn. 4 maanden? Nou, tel maar uit. November. Dus dan kost je gewoon 3 maanden. Dat is gewoon echt een serieuze vervanging moet je hebben. Die hoef je pas na de winterstop sluit ik pas echt aan. Goh. Dat is mooi balen. Laten we er maar voorzichtig mee zijn met dat soort kwetsuren. Hè? Dus, hij is natuurlijk geopereerd vorige week. Maar, Okay. Maar mooi dat hij in ieder geval wel zich niet, dat hij zich niet binnen opsluit. Hè? En wel enigszins gewoon bij de groep blijft. En ik denk dat het wel belangrijk is. Dat ze dat op zo'n manier doen. Ook gewoon de blesseerde. Oh ja, Werner Son zat naast hem op de tribune. Ja. Dus er waren een paar jongens die aan de kant bleven. Hè. Jort van der Zanden. Die pak in het VIP-dorpje rond. Ja. Zo waren er een aantal. En, wat rust gekregen. Kreeg wat rust. Oh, die krijgt gewoon rust. Maar die komt dan wel weer. Die kan wel meedoen. Ja, je moet natuurlijk zuinig zijn op die paar spitsen. Ja. Die enige spits die je nog hebt. Er moeten gewoon een paar bij. Er moeten spelers bij voor de basis. Ja. En er moeten spelers bij voor de bank. Nou, we hebben er één, hè. Serieuze die we binnen hebben gehaald. Ja. Clint Leemans. Ja, want ik was gisteren. Maar was dat diegene die al 10 jaar op het lijstje staat? Ja, die stond. Ja, sinds dat hij bij Jong PSV zat. Toen kon hij kiezen tussen NAC en VVV. Uiteindelijk ging hij naar VVV. Ja. Maar volgens mij was dat omdat VVV toen net gepromoveerd was. Kan er dat zoiets denk ik. Hij koos voor een trapje hoger. Mm-hmm. Iedereen gebledigd natuurlijk. En, trapje hoger. Ik trapje hoger. Hebben er wel een paar van. Rood kruisje achter zijn naam. Kees Luijks. Hey Kees. Nee, maar het rode kruisje achter zijn naam is in ieder geval ineens weer verdwenen. Maar ik was gisteren wel verwacht. Ik dacht, hij komt erin. Maar ze riepen om Luc Kleemans. Oh. Luc Kleemans. Dat klonk in de verte als Clint Leemans. Maar er was hij gaat volgens mij spelen van het weekend. Zaterdag. Ja, zaterdag. Dan mag je al wel minuutjes gaan maken. Maar we hebben gewoon een brede bankje nodig, jongens. Want dat is echt gewoon, met alle respect voor de jongens die gespeeld hebben. Je gaat niet promoveren zonder een brede bank. Ja. Dus er moeten echt nog. In mijn ogen moeten er nog gewoon 3-4 spelers bij die in de basis kunnen starten. Om in ieder geval 11 augustus. En dan nog beginnen. Eens een keer een zwikkie op de bank. Bankmannen. En dan komen de jongens terug die geblesseerd zijn. Hè? De Borussen Verschuppen, de Omar Sonze en. Ja. En dan heb jij misschien kans. En eerder niet, dan geloof ik echt niet. Ik geloof wel dat. Ik denk Peter Maas daar heel zeer van bewust. Zeker. Ze zeggen van
Dus die jongens hebben allemaal, die we nou op de lijst hebben staan, we kunnen alleen maar wachten. En wel de druk opvoeren, maar ze kunnen allemaal kiezen tussen 3 of 4 clubs. Ja, tuurlijk. En die laten NAC allemaal een beetje hangen. En ze laten alle clubs ook hangen. Maar het is in ieders belang van de speler, en als zowel van de club als van de speler, dat je zo goed mogelijk aan die competitie begint met een compleet mogelijk elftal, wat al bij de eerste wedstrijd al een aantal weken op vanaf elkaar heeft 1. In kunnen spelen. Ja. Dat je vanaf dag 1, speelronde 1, meteen die punten moet pakken. Dat is belangrijker dan ooit. Dat we meteen die eerste, ze doodzonde als je de eerste 2 maanden weer 10 van die punten laat liggen. Maar dat is heel moeilijk, hè? Want je moet die rust bewaren met je zak met geld. Ja. Maar ja, dat is natuurlijk ook zo. Ja. De rust bewaren om niet toch maar te snel. Want komt dan buitenkantje nog? Hè? Ja, maar het is wel, als je weer langer wacht, is het weer minder inspeeltijd, minder tijd om alles fijn te slijpen. Ja. En Hiballa is wel iemand die juist allemaal wil doen. Ja, als die Astmaar in ieder geval staat van keeper tot spits, dan kan je inderdaad wel uitbouwen. Maar die As die begint wel eigenlijk wel vorm te krijgen, toch? Ja, zeker. En daar zitten wel een aantal zekerheidjes in. Dus ik denk Jantje dat, van den Berg. Dus, ja, Jantje van den Berg. Weet je wat ook gisteren opviel? Die heeft toch een partij dunne benen? Ja, het zijn wel iedere mannetjes, hè? Dat is een soort... Ja, hoe kan dat voor zo'n gast? Ja, geen idee. Pezigen is het. Pezigen is een wielrenner. Ja, nou, ik sprak een vriendje van mij, die zit bij Gent als supporter. En die zei, ja, geweldige speler. Toen hij bij ons speelde. Ja. Alleen hij kreeg een schedelbaasfractuur. Ja, en toen is hij tijdje gebaseerd geweest. Is hij naar Beerschot vertrokken. Ja. Dus hij zei, je kunt er goed bij hebben. Maar dat is een ervaren gast, hè? Want volgens mij is hij ook 28 of zo. Ja. Dus die is, in ieder geval niet meer zo'n gastje wat net uit de luiers komt, net 18. Ja, die As is wel een flinke ervaring. Ja. Maar dat is wel belangrijk ook, want daar hadden we mist. Janosek, joh. Ja, die heeft een goede vrije trap. Die heeft een goede vrije trap en die zie je gewoon, daar druipt het gewoon van af. Mm-hmm. En niet dat het nou in één keer de Messi is, maar jongens, dat kun je zien aan het schot, aan de manier van schieten, aan de manier van passen. Ja, dat is wat we willen zien. Dat is niet zo moeilijk. Dus een goede aankoop. Daar moet je er gewoon een paar van hebben. Dan is het een goede aankoop. Leemans zou ook wel een goede aankoop moeten zijn. Luister, die heeft dus, wat is de meest waardevolle speler van de Deense competitie geweest? Hij speelde bij Viborg. Was bij 60 doelpunten betrokken. Ja, 60. Zeg ik dat verkeerd? Of zeg ik dat verkeerd? Nee, zo'n statistiek was het erbij kwam, geloof ik. Hij komt van Viborg FF, heeft dus ook... Twee keer vierde geworden, heeft de Conference League gespeeld. Dan zeg je van een jongen die het ook wel snapt, anders kom je daar niet. Nee, maar dan toch wel, hij kon kiezen tussen Bundesliga nog, hè? Nee, hij zou gaan tekenen in Polen, als ik het goed begreep. In Polen, ja. En daarvanuit, dat ging op een of andere manier niet door. En uiteindelijk is onze Peter, die heeft hem gestrikt. Ja, Peter Maas. Is toch knap? Ja, die is toch goed bezig, jongens. Geld aan verdienen en investeren. Als we dan nog een spits moeten hebben, wie zou je dan toch eens moeten halen? Joey Slegers. spits. We hebben het er net voor de Arsenal over gehad, mensen. Maar ik denk echt dat dat niet doorgaat. Nee. Daar geloof ik niet in. Joey Slegers, dat is voor langs alle kanten. Maar geruchten. Nou, ja, maar dat hoor ik heel de tijd. Ik hoor nog harder dat het een broodje van afverhaal is. Maar ik weet ook niet, je is ook 28, jongens. Ja. Ook alweer vrij op leeftijd. Ja, ik heb liever dat ze zo'n bannies halen. Die Bannis zat bij Eindhoven vroeger, maar die hebben wij ook gehad en dat vonden wij wel aardig spelen. Ja, onze Moffel. Moffel? Moffel. Moffel is een beetje... Oh, Moffel de voornaam. Onze Moffel. Moffel Bannis. We doen een beetje bredaderiseren. En dan moet je natuurlijk nog in de voorhoede... hoe gaat hij spelen? Ja. Want je zult ga je met buitenspelen spelen? Niet wel? Ja. Ja. Hij probeert dingen uit natuurlijk nu. Dus, en we hebben... Leemans hebben we dan over gehad. Boeren, die is ook geblesseerd. Dus daar kunnen we ook niks mee. Schalk, is dat nog een serieus verhaal of niet? Nou, die is wel op weg naar de uitgang in... Waar zat hij nou ook alweer? Oh, Japan. Urawa Red Diamonds. Het is wel mooi dat de ene nakhelft die zegt van hij gaat komen, stellig. En de andere nakhelft zegt hij gaat niet komen. Maar willen we dat nog? Ja, ik vind het heel romantisch. Is het wel, ja. Ik zie hem graag terugkomen. Het is alleen, heel veel mensen hebben er meningen over. Ja, Alex Schalk, maar ze herinneren Schalk uit 2014-15 of zo. En hij heeft intussen wel een heel andere ontwikkeling doorgemaakt. Met een bak ervaring en Aziatische Champions Leagues. En gewoon de top van de Japanse competitie. Dan ben ik in de sukkelaar, toch? Nee, dat klopt. Maar dat vond ik van Ronnie Stam ook. Nee. Ja, nee, dat is ook zo'nzelfde voorbeeld, hè? Maar het is niet zo'n dermate leeftijd dat het echt afbouwen is. Dus het gaat Alex... Hoe oud is hij? 30 is hij nu, hè? Volgens mij. Daar werd Peli binnen aan de hand omdraaien. Wie? Stam? Alex Schalk. Opletten. Hoe oud is Alex Schalk op dit moment? Schalk. Ik kan hem ook even appen. Kunnen ook even vragen van... Ik denk dat hij ook iets van 30 ongeveer. Ja. Maar ik twijfel of ik die terug wil zien. Leuke kerel, maar ja.
Ja, nee, maar ja, dat vraag ik me dus inderdaad af. Van waarom baseer je dat? Van heb je hem de laatste jaren gezien voetballen? Ja, één keer bij, toen hij bij Servette speelde. In Zwitserland was ik daar live bij. Toen moest hij tegen Young Boys. Maar dat was, het werd gewisseld. En toen verloor Servette met 0-6 van Young Boys. Ja. Dus, ja. En als je die haalt, dan heeft hij ook geen transferwaarde naam meer, hè? Nee, maar ja, dat heeft, daar hebben de meerdere die we nou hebben aangetrokken. Ja, maar ook als je 28 bent, kan het nog. Maar 30, dan wordt het wel lastig, hoor. Nee, ik had naar de kant, aan de kant van bij Beek vooruit, hebben we het ook over gaat van ja, die as. Hè, je hebt er wel ervaren jongens waar geen transferwaarde zit. Dan moet je uitbouwen met jongens, maar wel op transferwaarde. Daar moet je een balans in zien te vinden. Hoeveel transferwaarde hebben we nou? Hoe zitten we op die balans nu? Nou, dat kunnen we zien. Hè. Zijn de oude jongens nou gehaald en moeten we nu echt gaan inzetten op de jonge talenten? Ja, goed, ga je gewoon gereserveerde spits? Of ga je toch voor de buitenkanten waar echte jonge jongens met een goede beweging, snelheid. Ja, ik hou er wel van. Dat past ook in ons elftal, jongen. Ja, jonge jongens. Ja, voorin. Moet je gewoon, snel. Of ga je iemand zoeken. Kijk, je hebt Van der Zanden. Ja. Mm-hmm. Maar je moet eigenlijk nog wel een echte puntspits hebben, denk ik. Die er allemaal in knalt. Ja. Nog eentje. Die om Van der Zanden heel kan spelen, bijvoorbeeld. Ja, precies. Ja. Wat ik wel ga zien, dat gaan we allemaal zien komend jaar. Die Janosek, die gaat die ballen van halverwege de helft op tegenstander erin slingeren. Ja, dat wordt genieten. Op de stropdas voorin. Ja, en lekker Jantje van den Berg mee naar voren. Die kan schijnbaar gruwelijk aanval te koppen. Dus dat is een soort penders van met goal, met corners mee en dan mee. Ik word bijna enthousiast. Ik begint al te springen. Ik merk gewoon, Tjerk is zo enthousiast. Maar Marcel, die komt met een kritisch noot mee. Dat zei ik in het begin ook. Kijk, weet je, je bent zo geneigd om daarin mee te gaan. Maar je hebt gewoon een dikke bank nodig. Ja. Je moet die dikke bank halen. Dikke bank. Als je het niet gaat doen, gaat het niet gebeuren. Ben ik echt van overtuigd. Moet nog een iets steviger bank kopen dan, met die dikke bank. He? Dikke bank. Is er allemaal op kunnen. Ja. Deutsche Bank. Nou, die zou ik nog niet willen. Hij zit met de vissen naar commentaar. Harry, luister hier, jongen. Van Harry, natuurlijk luister. Ja, zeker. Thomas Marijnsen mocht even met Telstra testen, maar die is alweer terug. Die is weer onverrichte zaak teruggekomen. Ja, dat wordt een bank nummer 3, zeg maar. Nee, maar dat is ook raar, vooral daar bij Telstra. Ze gebruikt hem ook dubbel raar, want ze gebruikt hem bij Telstra in die oefenwedstrijd ook als spits. Mm-hmm. Ja, hij zegt, ik ben ook geen spits. Niet echt, nee. Maar wat doen ze nou gisteren bij Beek vooruit? Zat hij in de spits? Ja. Wat is dit nou? Ja. Oké, ik riep het nog langs bij de cornervlag. Hey, je bent toch in de spits? Maar hij hoorde hem niet. Nee, maar dat is raar. Dus ik ben benieuwd wat daar nog voor buitenkantjes voor hem komen. Voor Pietje Peroxide is die nou, hè? Pietje Peroxide? Ja. Uit zijn haar glimmend wit laten vinden. Net als ik. Ja, glimmend. Pietje Peroxide. Kalar. Ja. Kalar. Nee, ja. Net het spierwit volgens mij. Ja. Even winnen. Ja, weet je. Dat vond ik ook romantisch. En ik vind het een heel romantisch, aardige, leuke gozer. Ja, dat is jongens, ook. Het is gewoon romantisch. Kap nou met die onzin. Misschien heeft het niks gekost. Het zal allemaal wel. Maar je moet gewoon spelers hebben die een niveau hebben. Ja. En niks, daar zijn we nou toch wel met z'n allen overtuigd naar wat we de afgelopen 4 jaar gezien hebben. Nee, het was duidelijk een overbruggingsmiddel, zeg maar, misschien. Hè? Ja, en dat het naast dat romantisch is en een overbruggingsmiddel om dit jaar. Ja, je kon geen spelers halen, want de deur was eigenlijk een beetje op slot. Dus hebben we dat gedaan. Nou, prima, hebben we nu gedaan. Ja. Ophouden, opnieuw beginnen. Ja, precies, inderdaad. Ja. Hard. Als je wat wil klaarmaken, dan moet je dat niet willen doen. De romantiek is een beetje, je moet je af en toe kunnen parkeren. Ja. Dat idee. Ja, mensen. Hebben we alle technische zaken nu gehad? Ja, Luc Marijnsen is naar Lierse natuurlijk. Ja, die kan naar Lierse. Dus die kunnen we van de lijst afhalen. Het is wel jammer voor mijn tribunemaatje. Die heet ook Marijnsen. Al zijn familie die stopt ermee. Ja, ja. Dat is geen familie, maar hij zegt alle altijd. Bronnen drogen alle, op. Ja, zo is het. Mensen, klankbootgroep verhaal. Willen we daar veel over roepen? Ik weet niet of dat dan nog meer... in is vermeld of dat wij nog dingen onbenoemd hebben gelaten vorige week. De notulen van de klankbordgroep staan inmiddels online op de clubraadtak.nl. En voor ieder te lezen, ik geloof een bladzijde of 4. 23.000. Moet wel een 4, hè? En dan moet er wel een nietje 4. In. Dan moet net een nietje in. Ja, moet je zelf een nietje in. Mini-bijbeltje 4. En... Ja, ik weet niet wat ik daar nog meer over zeg, Thierry. Ja, wat moet ik erover zeggen? Ik denk dat het aantal onderwerpen voorbij zijn gekomen die van belang zijn. Natuurlijk over hoe gaan wij verder. Ja. Wat gaan we met die klankbordvoep verder en in wat voor vorm gaan we verder? Ja. En daar zijn gesprekken over met NAC. Over joh, hoe moet het in de toekomst ingevuld worden? Omdat we natuurlijk wel redelijk, chanteren zal ik het niet noemen, maar een soort van gechanteerd zijn. Ja.
door onze grote lamp, zeg maar. Laat dat maar even ophouden. Ja. Dus ja, weet je, we moeten gewoon kijken hoe we daar verder mee gaan. En daar zijn we nu met z'n allen over bezig. En er kwamen ook belangrijk is de veiligheid in het stadion. Dat is ook wel een issue. Ja. Onder andere die rekken die er eventueel zouden komen om de trappen op te kunnen komen. Ja. Die trappen zijn glad. Nou, ze zijn er nog wel 100 dingen. Ah, trommels, met die trap, die rekken, dat vind ik wel goed. Want dat is echt al serieus al... Die hebben er nog nooit gestaan. Ja, die hebben er wel gestaan. Nee. Ja. Steunen voor de bij de trap. Ja, daar hebben ooit rekken gestaan. Ooit. Ja, want die zijn weggehaald. Want je kunt ook zien zitten. Ja. Serieus? Maar goed, dat is een issue wat wel aardig is om te vertellen. Want dat is heeft van de week gespeeld. Kijk, wij kunnen zo denken en onze brandweer in Breda kan zo denken. Maar er zijn meer stadions. Dus we zijn nu bezig om te kijken, oké, hoe is het dan in een ander stadion geregeld? Mm-hmm. En bij een andere brandweer. Want ja, ze kunt wel roepen hoe het moet. Maar misschien moet je wel even iets verder vragen. En dat is nou allemaal. We hebben twee nieuwe leden van de. Moet ik zeggen, nieuwe leden in de clubraad. Miriam en Christian. En ik moet eerlijk zeggen, daar ben ik heel blij mee. Die ook wat verder graven dan wij in het verleden gedaan hebben. Dus de kwaliteit begint wat meer te stijgen. Dat is mooi. Bij de likraad. De likraad, de bukraad. De bukraad, het plus. Nou, zeg het allemaal zelf. Hij is er niet. Ja, ik zeg het maar even zelf. Ja, Joey is er niet. Hallo Joey, leuk in de feestje. Leuk, hè? Ja. Gezellig, hè? Hey, die samenstelling van de vertegenwoordiging vanuit NAC. Vond jij het ook niet een beetje vreemd dat Pierre van Hooijdonk daarbij zat? Nee. Want er wordt in de klankbordgroep, ook clubraad en klankbordgroep, want in principe toch ook niks over technische zaken. Nee, maar normaal zou Peter Maas hier zijn. En Peter Maas kon niet, want hij was druk bezig met de afronding. Nee, maar Pierre of van een technische vertegenwoordiging, zeg maar, überhaupt. Ja. Pierre of Peter Maas. Ja. Ja, dat vind ik wel. Was dat meer om indruk te maken? Nee, maar ik denk dat je ook wel, als je daar iets over te vragen hebt. Kijk, wij hoeven er niet over te beslissen. Ja. Maar ik vind wel dat je moet kunnen vragen. Ja. Er is ook gevraagd van, joh, waarom heeft Peter Maas nog steeds niks gezegd? Ja. Inmiddels heeft hij wel wat gezegd. Ja. Maar weet je, dat vind ik prima. Dat moet ook kunnen, weet je. Op alle lagen, op financiëgebied, daar heb ik ook vragen over gesteld. Dat kun je in de notulen teruglezen. Ja. Van joh, wat gaan we nou doen? Gaan we met dat geld gaan we investeren? Nou goed, er komt gewoon een duidelijk antwoord. En daar moeten we mee verder. Ja. Ik denk dat NAC zeker niet het geld gaat gebruiken om alle gaten te dichten. Wij gaan wel overwogen kijken van oké, waar kunnen we op welke plek kunnen we het gebruiken? Want ja, we hebben gewoon nogmaals die selectie nodig om dat doel te gaan bereiken. Ja. Ja. Dus dat is prima. Ja. Nou, helder genoeg voor nu. Wanneer is trouwens de volgende? Ik hoor iets over een forumavond. Ja. Forumavond. Ja. Donderdag 7 september. Ja, 7 september, klopt. Donderdag 7 september. Om donderdag zijn wij er altijd. Ja, dat doen ze altijd op donderdag. Jongen, dus jongen. Express. Dan kunnen de spion sturen. Ja, de zeikers die zitten zeikers die microfoon niet krijgen. Nou, we gaan proberen op enige wijze toch bij te zijn. Maar we vinden altijd wel maniertjes op. Komt wel door het raam. Dan gaan we de verhalen de persmuskieten die door het raam naar binnen hangen. Komt goed. 7 september schrijft in je agenda forumavond. En dat is waarschijnlijk in de Kanakken. Ja, inderdaad. Dat vermoed ik zo. Goed, ik mag hem instarten. Ja. NAC-praat, Grabbelton nieuws. Daar zijn we al volgens mij. Ja, want we hebben niet alle uitslagen van de jeugd kunnen vinden. Althans, het waren ook maar heel veel tegen VVV, VVV tegen VVV, tegen VVV. Ja. En VVV. En onder 12 dan wel tegen PEC Zwolle. Maar de belangrijkste van afgelopen weekend was vrijdag 7 juli, net voor het weekend, NAC onder 15 tegen de Willem II onder 15. 3-2 winst. Hey! Kijk, daar hebben ze ook gelijk gehoord. Gelijk scherp erop. Want als je niet presteert, dan val je af. Noem maar op. Dan hebben ze ook een goede trainer. Die begrijpen het goed. Gelijk scherp presteren daar zo. Dus daar zijn we content mee. Dus, maar komende 4 weken geen jeugdwedstrijden. Die gaan nou echt. Dus Marcel is ook 4 weken vrij nu? Ja. Dat hij altijd de jeugd voor leeg. Dan gaan we een nieuwe rubriek geven. Dus daar gaan we ook iets voor verzinnen. Zodoende. Dat is tot zover de jeugd. Nou al. NAC-praat, Grabbelton nieuws. Relax, Neil. Ja. Oké, wat is next op het lijstje? Ja, we hebben nog wat ex-NAC natuurlijk. We hebben net Alex Schalk al benoemd. Hè. Die staat op de nominatie om... die mag eigenlijk weg. Die is eigenlijk ook bij de eerste training bij de Urawa Diamonds ook niet opkomen hoeven komen. Als je nou gewoon, weet je wat een oplossing is? Nou. We sturen gewoon een 2-persoons vliegtuig. Linse inlaaien en Schalk. Ja, dan mag ook mee. Linse, dan vind ik het goed. Even goed, die mag er ook vertrekken. Dat ze allebei mogen komen dan. Dan staan als Linse hier zou komen voetballen. Volgens mij gaan die goed met elkaar. Die mag gelijk mee. Volgens mij Brian Linse, die ligt daar goed. Maar die is ook al vrij oud, hè? Dat is ook al... Linse. Echt een routinier. Ja, die is ook wel 30, denk ik. Ja, die is ook al... Ja, die is wel 30, denk ik. Ja, zeker. Ja, ik ben bijna net zo oud als wij. Ja.
NAKPRAAT Grabbelton Nieuws. Ja. We hebben een volle grabbelton. We kunnen allerlei dingen uitputten, hoef je niet alles te doen. Maar. Nee, Angelino die gaat nog alles uit. Oh ja, serieus? Ja, ja. Kun je een bommetje sturen? Ja, hij zit in het vliegtuig. Hè. Het is nog gewacht op een akkoord. Dus die zijn nog niet helemaal klaar. Hoffenheim, maar, hè, zat die. Dat kan misschien wel eens wat opleveren. Want, 2% volgens mij. Ook, ja, volgens mij was er iets met 2,5%. Maar gemaximeerd tot 3 of 5 ton of zo. Ik weet niet, maar ik zag het volgens mij bij Chris WM voorbij komen. Ja, volgens mij was dat er wel een maximum aan. Of, nee, het was 5%. Maar dan wel gemaximeerd tot... Ja, nou ja, natuurlijk, hij is natuurlijk wel een paar clubs verder. Ik denk dat Chris wel zo'n Excel-sheet heeft thuis. Zo'n heel grote Excel-sheet. Ja, die heeft zo'n en heeft hij zo'n hele grote rekenmachine. En zodra er iets komt, dan ramt hij op die rekenmachine. Ja, die heeft thuis bam, 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 bam. Maar hij zit ook meteen op Twitter, hè, dat ding. Ja, die staat al meteen erop. In de kelder heeft hij gewoon zo'n situation room. Ja. Met allemaal foto's en nieuwe raadjes gespannen. Met een bij baantje. Ja. Zo, de kok, hoe is het ermee? De war room. Beefledder. Ja. Oké. Dus, oh, dat moet dus ik was nu helemaal rond, dus hè, begrijp ik. Nee, dus, nee, maar dat kan wel eens om 10 miljoen euro gaan. En transfers naar het buitenland, dan zit er als Van NAC wel een sommetje naar vast. Dus de kassa rinkelt voorzichtig bij NAC. En wat ik wel jammer vind, wat we gemist hebben, is Brondeel. Die hadden wij prima bij NAC. Nou, dat is volgende punt, hè. Ja. Ja. NAKPRAAT Grabbelton Nieuws. Johan Brondeel. Ja, dat was naar Eindhoven. Goeie, ja, maar rentrees bij NAC gaan niet altijd even goed, hè? Toch? Ja, maar toch, Joran heet hij trouwens. Joran Brodeel. Dus zei je dan Johan? Ja, ik zei Johan, ja. Bruinheel, ja. Oh, Bruinheel. Zei je dat ook? Bruinheel, dat is die. Zo vertaal ik hem weer in mijn hoofd. Ja, ik heb te veel naar de tour gekeken. Je zit naar de tour te kijken heel de week. Ja, man. Joran Brodeel, bij Eindhoven. Dat is natuurlijk een sneu verhaal voor Nigel Bertrams. Nigel is trouwens wel heel goed in het voorspellen van tourpools. Oh ja? Ja. Hij staat 5 plekken boven mij, geloof ik, inmiddels in onze groep. Dus doet hij goed. Moet ik nou zeggen, goeiendag? Was ik Marcel al terug? Nee. Joran Brondeel, goeiendag? Nee, dat ding, hè? Nee, Nigel. Joran Brondeel is inderdaad Vlaamse. Goeienamiddag. Nee, dat is ding, hè? Dat is Tom van der Meulen, toch? Die ook. Joran Brondeel, die komt in België, hè? Ja. Oh, okay. I know. Ik dacht... Sydney. Ja, Sydney, die hoeft niet te komen bij Bologna, kreeg je door. Interesse vanuit 10. Die stond al bijna in het vliegtuig om te gaan trainen bij Bologna. Maar intussen 10 clubs. Hij hoeft niet te komen. Ja, en interesse vanuit 10 Engelse 10. Clubs. Ja. Dat is waar. Waaronder Sunderland. Ja, wat ik wel echt heel grappig vond. Misschien ook een van de berichten van gisteren. Ja. Van dat hij naar Ajax ging. Ja, dat wilde ik ook. Dat is echt het is gewoon zo'n copy-paste site. Dat wordt ook verkeerd gelezen. Dat was transfernieuws.nl. Ja, dan gaan er plaatjes rond van... Oh, dat staat er zo. Ook zo'n tekst van... Sydney van Oornhoek moet Ajax uit de brand helpen. Zo'n tekst, weet je wel. En dan wordt het wat een gelul. Oké, dus dat is een madonge feit. Met zijn vriend Stijn. En dan blijkt er gewoon een analyse te zijn met allemaal statistiekjes en data van dat zou kunnen zijn dat Sydney Vronik eigenlijk van alle Eredivisieploegen daar het beste zou passen op de manier statistiek qua speeltijden, potentiële speeltijd en hoe spelers worden aangespeeld en noem maar op en dan komen de meeste sterretjes achter met die spelers die dan nu staan en achter hem staan opzij en die het spelen dus ik ben benieuwd we zijn heel erg benieuwd gaat het niet worden denk je die Stijn hem gaat bellen die is eerder terug dan je denkt wat denk je die is eerder terug bij ons dan je denkt. Ja, Sydney? Nu, maar die gaat wel eerder terug naar je... Hoezo denk je dat? Dat denk ik gewoon. Je denkt, Engeland gaat die dan 2 jaar doen en dan lukt het ook net niet helemaal of zo? Omdat die trainer van Bologna, die heeft het allemaal zo naar buiten gebracht. We hebben je niet meer nodig. Ja. Dat heeft namelijk ook iets met zijn transferwaarde gedaan. Dat stond eerst een beetje nog geraamd om een miljoentje of 10. Mm-hmm. Dat is nou toch wel aanzienlijk gedaald. 4-5 of zo. Met één telefoongesprekje is daar gewoon de helft eraf, zeg maar. Ja, dat is gewoon een grandioos klut voor ons. Ja. Want een buitenlandse transfer, dat zou weer een leuk cent, een leuke duiten voor ons opleveren. Dus, maar die zit in Engeland dus. Dat is waarschijnlijk wel... Als je 10 zijn dan... Als dat hem lukt, dat championship of... Ja, toch mooi hè? Ja. Als je 2 jaar dan mag spelen. En dan, Tjerk, we houden je eraan. Dan is hij over 2 jaar is hij weer terug. Dan hebben we weer een clubje om naartoe te vliegen. Welke club mag hij dan kiezen? Weet je welke clubs allemaal zijn, Tjerk? Als je dat gaat doen van het jaar naar Engeland, dan gaan we een keer kijken. Nee, maar welke clubs zijn dat, weet je dan? Nee, weet ik niet. Ja, er staat ergens. Ik weet ook niet. Ik dacht Manchester United of Manchester City. Dat is nog een goede spits. City had er niet zo'n goede, nee. Ik had hem nog staan. Maar er was een heel rijtje met clubs uit, waaronder Southampton en Sunderland. Zouden in dat lijstje staan. Sunderland, de buren van? Ja. Sunderland. Grote vrienden. van Newcastle. Ja, we zijn wel een heel lijstje met interessante... Dan kan met de Nekken en Bartje gaan spelen. Ja. Dus, ja. Kunnen we uit NAC wedstrijd Dat is helemaal gaaf. Nee, maar wat denk je van Millwall en Stoke City Millwall, en Swansea City? Ja. Millwall lekker hakken.
Ja, daar is natuurlijk ook gewoon de muntjes in het kwadraat, hè? Ja, ja. Ja, ja, dat telt daar ook gewoon, hoor. Zeker. Ja, nou, lachen, joh. Nee, ik zou het mooi vinden. Maar die kans is wel reëel. Dus dat is sowieso gaten, niet zo'n heel leuk voetballand. Nee, niet meer, hè? Nee. Nee. Dat zou ik wel lekker Engeland kiezen. 20 jaar geleden nog wel, maar Engeland, daar moet je zijn. Zo is het maar net. NAKPRAAT Grabbelton Nieuws. Ja, want we hebben ook... Ja. Gaan we al die wedstrijd doen? Via nou ja, Alanya Sport, daar hadden we het over. Ja. Hè? Maar eigenlijk, nou heeft NAK het pas naar buiten gebracht. Want het wist eigenlijk wel een ruime week dat we tegen Alanya Sport zouden gaan spelen op vrijdag 4 augustus. Kunnen we uiteindelijk kunnen we tuteren. Ook Levante uit het geruchtencircuit halen. Dat kon al eventjes, dat kon al wel langer terug. Want er was eigenlijk een foutje op de site van Levante. Die hadden NAK al aangekondigd als tegenstander op zaterdag. Dat was dat verzonnen of zo? En dan hebben we weer alle copy-paste pagina's allemaal weer overgenomen. Die kon eraf, want een dag eerder gaat NAK tegen Alanya Sport in het eigen Radverlegstadion spelen. Gratis toegang voor seizoenkaarthouders. Moeten wel nog even naar naktickets.nl gaan om daar een kaartje te verzilveren. Te kaartje. Okay. Ja, kaartje. Dat moet ik ook even doen dan. Dus, kan dat nu al? Dat kan. Ik kan vanuit dat nou al kan. Nee, dat kan nog niet. Woensdag 19 juli vanaf 12 uur. Ach, je hebt hem al gelezen gehad. Ja. Goed zo. Dus dat is dan 19 juli 12 uur. Dat doe even een remindertje volgende week. Ja. Goed zo, goed zo. Hey, dat is mooi. Dus dat is toch wel een taaie tegenstander zo een weekje voor het begin van de competitie. Ja. Een mooi opbouwend programma. Je moet, en toch niet zo'n zware tegenstander dat het gelijk je ego, het zelfvertrouwen de kop indrukt. Dat je toch nog enigszins kans maakt. Ja, dat kan twee kanten op. Ja, je moet ook niet tegen Manchester City gaan nee, maar goed, als je verliest, dan weet je dat je er aan de bak moet eerst op bot. Dan gaat het drukken volop. Ja, ook, die kan ook goed zijn, ja. Maar 8-0, 0-8 verliezen, nee, dat moet je ook niet dat gaat niet gebeuren. Dat hebben we als keer meegemaakt, hè? Ja, dat was... Nee, weet je tegen wie? Jawel, dat we echt gewoon een dik pak sla kregen van tevoren. Ergens een keer. Ja, dat kan me volgens. Dan moet ik even dat ik dat verdrongen heb, denk ik. Ja, ik ook. We wonnen ook ooit van Chelsea, hè? Weet je dat nog? Ja, dat was 2-0, hè? Klopt, ja. Hallo, 20 jaar geleden, 4-2. Nee, van Sunderland 4-0 gewonnen, Chelsea 4-2 gewonnen. 4-2, ik dacht 2-0, maar dan heb ik even mis. Nee, 4-0 en 4-2. Okay. Sunderland 4-0. Ik was spelen niet geboren, denk ik. Peli kijkt zo van 2002 was dat volgens mij. Peli heeft dat nooit gehoord. Winnen van Chelsea. 2002 was het volgens mij, ja. Dat was een mooi jaar trouwens. 2002 was het jaar van Auxerre en zo, van Troyes. We zagen dat er dingen konden gebeuren, ja. Ja, ze konden de dingen gebeuren zomaar. Waarom hebben we nooit dat soort tegenstanders? Omdat we daar niet zo contacten meer hebben. Die contacten zijn minder. Maar ging eerst even zo nog geruchtje van ging Nottingham Forest op zo'n programma ja, toen. Dat hoorde ik ook ineens. Dat maar zijn, dat is toch niet. Nee, die gingen uiteindelijk in Duitsland verder voetballen en niet in Brabant. Dus dacht daar zitten. Nou, volgens mij is daar PR ook niet helemaal op goede voeten. Nee, dat was niet helemaal goed toen. Dus dat leek me al heel erg. Ja, dat is al lang geleden, jongens, kom op. Niet erg. Dat hij daar vertrokken is. Er moet er nou wel een keer geen probleem meer zijn. Nee, natuurlijk niet. Nee, dat lijkt me ook niet. En die heeft genoeg te doen nog, hè? Zo is het ook maar net. En we hebben ook de 2 dagen later de open dag, hè? Ja, want er zijn wel aandacht voor. 6 augustus. Wij gaan er ook wel eventjes helpen. Of eventjes helpen. We zijn er sowieso wel vooral met onszelf bezig. Maar ze kunnen bij NAC wel wat heel veel enthousiaste vrijwilligers gebruiken om de dagen, in ieder geval ook de 2 dagen, volgens mij ook op zaterdag, maar ook op zondag, de dag zelf, wat leuke taken uit te voeren. Mee in de opbouw, het bemannen van steentjes. Kun je het luchtkussen opblazen en zo. Dat soort dingen. Dat niet Gijs alles alleen heeft te doen. Nee. Gijs de Berg, te blazen. Die kwam eerst vorig jaar kwam ik aan op de open dag. Daar kwam Stoma Soren. Volle bak stress. Ja, dat is echt veel werk. Hè. Die zit ook gewoon midden in vakantietijd aan. Ja, dat is zoveel te doen. En je wil het wel. Het is wel weer aan de voorkant, begreep ik. Ja, het is net weer iets anders. Ja. Dan nog met NAC. Ja, bij de hoofdtribune. Ja, precies. Het was vorig jaar wel ergens enigszins logisch dat je dan aan de andere kant wil. Maar die hekken zijn zo gefixeerd tegenwoordig. Mm-hmm. Ja. Die gaan niet meer open of dicht. Nee. Dus je hebt maar één klein ingangetje. Hè, dan daar tussen de Jumbo het museum, zeg maar, zal ik het zo zeggen. Oh, daar, ja. Ja, dat mensen beetje heel veel op het voorplein waren. En dat ze pas na een halve dag door hadden van... Oh, dat is ook niet te doen. Daar is nog een supportersplein. Dus het idee was wat risicovol. Dat bleek ook wel. Later liep dat allemaal goed vol. Maar ik hoop wel dat bijvoorbeeld het Dakmuseum de laatste keer ook... dat die wel gewoon wat prominenter bij de open dag kunnen worden betrokken. Ook echt je kunt je aanmelden voor vrijwilliger. Ja, op dus een button drukken, maar die button zie ik niet helemaal. Nee, dit is een kopie van een nieuwsbericht. Onder het nieuwsbericht van de aankondiging dat Alanya Spoor naar het NAC-stadion komt. In dat bericht onderaan een button kun je aanmelden. Dan kun je gewoon klikken. Meld je aan. Okay. Help ons mee. Allen. Als je niet op vakantie bent en je vindt de open dag leuk en je vindt het leuk om mee te helpen. Meld je aan. Want vele handen maken licht werk en dan ga je het niet alleen te doen. Ja. NAKPRAAT Grabbelton Nieuws.
Ja, komend weekend. Veel te doen, jongens. Want zowel Madense Boys als op het terrein van JK. Van alles met NAC. NAC gaat op bezoek bij Madense Boys. Zaterdagmiddag om de klok van 5:00. Daar staat waarschijnlijk ergens op het dak een camera. Ja, met de rest is niet de Radspots. Nee, dat is niet de Radspots. Met zijn steady hand. Waarschijnlijk is het beter beeld. Ik kreeg allemaal kritiek. Wat zijn we voor kritiek al? Nee, die kunnen ze namelijk legaal filmen. En dan kunnen ze gewoon met een echte camera. Nee, maar hoe vond je die kritiek met dan? Met de telefoon. Ja, dat vond ik echt. Op die Radspots camera brokkel. Als het die Altpoppelaars camera nog was van 30 jaar geleden. Nee, maar dat is ook wel... Ja, we hebben allemaal kunnen constateren dat sommige wedstrijden. Ja, maar dat was toch ook charme? Nee, ja. Dat is ook de charme, dat je voor je laptop... Ik zat dan thuis van, hey. Dat je met je kop gaat meebewegen. Ja. Maar je denkt van, ik kan het beter zien dan de zijkant. Ja, weet je wat is? Je kan in het stadion, daar staan ze echt te controleren. Je mag geen camera's meenemen. Nee, dat mag je niet meenemen. Dus je moet, het was sowieso, zeker in het begin toen we daarmee begonnen met Radspots Live. Het moest allemaal heel erg undercover, want bij ESPN... De kok met CUCK. Wat was het daarvoor? Waren ze toch echt wel heel erg actief ons aan het zoeken. Ja. Dat ze ons echt van de tribune af wilden halen. Ja, van het spulletje inleveren. En het, we hebben de waarschuwing al gehad. Noem maar op. Dus het moest echt heel low profile. Oké, tussen de mondpapakjes door. Tweede helft op een andere plek gaan staan. Dus het moest echt wel heel erg low profile. Dus met een telefoon. Er zitten hele goede camera's op die telefoons. 4K, weet ik veel, HD, nog wat. Dus daar die kwaliteit van de telefoon liggen. Niet. En we moeten het ook met Twitter doen. Facebook en YouTube is de kans te groot aanwezig. Zeker destijds, dat je dan geblokt wordt en dat je met je hele fancy kanaal eraf wordt genaaid. En nou doe met Ome Elen. En al onze 1500 filmpjes op de fancy wil je ook niet. Facebook, Twitter of wat is het, YouTube, wordt gecanceld. Ja. Dat konden we ons niet permitteren. Dus dat met een voorzichtig Twitter dingetje. Maar er zitten wel beperkende factoren die comprimeren de beelden heel erg. Ja. Die programmatuur die eraan vastzitten. En bij Telstar bijvoorbeeld, dat was de laatste keer dat we het hebben gedaan, ben je heel erg afhankelijk van de krakkemikkige internetverbindingen die daar zijn. Dat was daar, hè? Ja. Dat is gewoon waardeloze internetbereik. En dan heb je klik, blop, blop. Maar dan gaan mensen er helemaal los op. Denk, wat moet je daar nou mee? Ja, niks. Nee, ja, dat is, ik begin er toch even over. In ieder geval wat bewegende balletjes. Okay. Nee, maar dat hebben we kunnen uitleggen. Daarom. Dat was ook gewoon terecht van dat de mensen dat weten. Maar we hebben ze kunnen uitleggen hoe dat komt. En dan is het begrip. Ja. Oké, we hebben een paar leuke... Wat ik wil zeggen... Oh, de camera op het dak. Staat dus de camera op het dak. Daar hadden we het over. En die hebben rechtstreeks verbinding met de Nomad Cup. Op het terrein van JK, die daar vanaf 7 uur, 8 uur 's ochtends gaande is. Peli en ik en Jury gaan daar ook... ik wil zeggen, bijna een radafvaardiging die daar ook mee gaan helpen. De brede loco's en de bizetrijds om daar het toernooi tot een succes te laten worden. Komt zeker goed, jongens. Ja, dat wordt leuk. Ja. Echt leuk. Dat was vorig jaar heel leuk geworden. Ja, gaan we even kijken. Worden leuke prijzen. Dat wordt ook lekker. Mooi, echt een NAC-sfeer. Er komen echt alle soorten lagen bevolking. Komen daar van alle allooi. NAC allooi komt daar op het terrein. Oud NAC doe mee. Samen feestvieren. Met precies al dat soort alle geledingen. NAC, oud NAC door elkaar. Zou de moeder van Stefan Wijs ook komen, denk je? Ik, de bolle dame was er helemaal, die was helemaal, helemaal van het padje. De moeder van Stef de Wijs. Ja, bij deze uitgenodigd. God. Ja, die staan wel in de maai, denk ik. Dus, dat denk ik. Stef de Wijs komt uit Maalden, geloof ik. Dus, ze zijn allemaal uitgenodigd. Ze komen ook naar de wedstrijd. Na de wedstrijd komt er ook een delegatie vanuit NAC, vanuit die wedstrijd naar het terrein toe. Dus er wordt allemaal mooi ingedeeld met leuke, creatieve, leuke dingen. De Dunga-bokaal, dames en heren. Ik weet niet of dat al bekend was. Oh, dat is mooi. Ja, dat was bekend. Ja, dat was al bekend. Best geklede team. Toch? Ja, nou ja, in ieder geval het gezelligste team. De meeste sfeer erin brengen. Superleuk. Vorig jaar was er nog met een enorme regenbui. Was hij toch wel degene die de sfeer erin hing. En ik heb begrepen dat er echt tussen 5:30 en 6:30 een buitje kan gaan vallen. Dus, dat mag dan ook. De dansen de poncho's al strijden om de Dunga bokaal. Dat is de poncho. Ik heb er echt ontzettend veel zin in. En we gaan er heel hard aan werken. Om zeker de Ben veel werk te ontlasten. Die daar ontzettend veel voor die organisatie doet daar. Dus, voor de kaartje hoef je niet te laten. Jongens, 7,50 kun je daar kaartje kopen in de voorverkoop. Kan het ook via allerlei adressen. Ja, Madense Boys heb ik het nou over. Madense Boys. Ja. En we hebben ook... je hebt het over Noordkop natuurlijk. Hè? Ja. Maar de kaartjes voor Madense Boys zijn 7,50. Ja. Kun je online aanschaffen. Oké, we hebben ook nog volgende week woensdag, want dat is ook voordat wij weer uitzending hebben, hebben we ook NAC RKC op Sportpark Gagelreizen in Sint-Willebord. Ja, om 7 uur. Ja.
kunnen we ook altijd mooi daar afwerken. Ja, joh, dus, dat is ook een traditie daar. Goede faciliteiten, in ieder geval prima genoeg voor om dit soort wedstrijden te spelen. Zit ze weer in de Rijnskoffer? Dat voetbalclubs. Nee. Is het niet in de Rijnskoffer? Daarna gaan ze het week erop gaan ze naar Delden in Gelderland. Delden? Daar gaan ze een trainingskampje in Twente, toch? Opzetten. Gelderland. Twente is Overijssel. Nou, Achterhoek. Ja. Dus. Ja. Nou, er is wel eentje van huis. Ja, zoiets. Gelderland is groot, hè? Ja, Gelderland is groot. Heel groot. Heel groot. Oh, mensen toch. Hey, Nick, we zijn erbij, kom eventjes nog even Nick de Vries. Ja, alleen maar shirt van Nick de Vries. Het shirtje van Nick de Vries wat op Spielberg, Oostenrijk, te zien was. Spielberg. Veel sterkte vanuit hier. Ja. Nick, bedankt voor je inzet. Ja. Goed zo. En Leon heeft je shirt. Ja, we houden met je mee. Zometeen hier op Breda nu. Joep, op. Donderdag! Ja, gaan wij zijn de volgende week weer om 8 uur met NAC Praat. Hallo! NAC Praat wordt mede mogelijk gemaakt door Fanzine de Rad.